ik vind het niet onlogisch allemaal dat zij daar zich op voorbereiden. Nou ja, kijk, ik denk dat we wel rekenschap moeten houden waar zij weer rekening moeten houden vanuit de KNVB. De weersomstandigheden. Dus ja, ik vind het niet onlogisch allemaal dat zij daar zich op voorbereiden. Nee? Nee. Ik had van jou verwacht dat je het een beetje onzin zou vinden dat die jongens veel worden gepamperd. Een beetje kou kunnen toch wel tegen? Ja, maar het gaat niet denk ik alleen om de kou. Hoewel dat wel volgens mij een heel belangrijk argument is. Maar ik denk ook als je kijkt naar het veld, het kan best wel hard zijn. En natuurlijk, ze moeten daarop kunnen spelen. Dat hebben we vroeger ook gedaan. Maar dat neemt niet weg dat je... Kijk, op het moment dat het misgaat, dan rekenen we hun daar ook op af. Hè? Dus dat is altijd het makkelijkste, achteraf praten. Zij moeten beslissingen nemen vooraf. En ik vind dat wij daar ook professioneel mee om moeten gaan. Dus je hebt er alle begrip en respect voor? Ja, eigenlijk wel. Is dat het themaatje van het weer afgekaart? Hoe ligt het veld erbij? Heb je erop getreden? Nou, wat ik al zei, het is wel vrij hard. Hè? Zeker daar waar de schaduwplekken zijn. Daar is, zeker als er ook wat ijs ligt, dan is het best wel glad. Maar we hebben er alles aan gedaan om het ijs vrij te krijgen. En dat is behoorlijk gelukt. En nu is het nog een kwestie van, denk ik, wat rubbertjes hier en daar om het wat te verzachten. Heb je nou liever een redelijk kunstgrasveld of een matig tot slecht gewoon grasveld? Ja, gewetensvraag. Kijk, ik denk zeker onder deze omstandigheden, dan is dit in ieder geval vrij vlak. En heb je de mogelijkheden om een heel vlak echt veld te hebben, dan gaat dat natuurlijk altijd voor. Maar ik denk, gezien de omstandigheden, dat we niet hoeven te klagen. Hoe staat de groep ervoor? Eigenlijk gaat het steeds beter. Dat weekje nu geen competitie, heeft een aantal mensen ietsje langer de tijd gegeven om te herstellen. Van wat kleine pijntjes, met name Deroy, die had wat pijn op zijn wreef. En dat is behoorlijk goed. Bart Vriends zit ook weer bij de groep. Dus wat betreft die week wel, voor ons heeft dat wel ook zijn gunstige kanten gehad. En bij de groep betekent klaar om eventueel in de basis te starten? Ja, sowieso inzetbaar, ja, absoluut. Ja, maar ook vanaf het eerste moment zou kunnen. Ik stel dat je niet gaat zeggen, maar... Ja, dat zou best kunnen, ja, zeker. Oké, okay. Ja. Want Tom Beugelsdijk heeft het niet slecht gedaan. Ik denk dat Tom Beugelsdijk het uitstekend heeft gedaan. Ja. Ik denk dat hij dat geldt voor iedereen, ben ik bang, dat je altijd voor- en tegenstanders hebt. En dat zal Tom ook ongetwijfeld hebben. Maar ik denk dat Tom zeker naar ons toe, naar zijn ploeg, naar ons als staf, maar ook naar de club toe, heeft laten zien dat het niet zo onlogisch was om hem erbij te halen. En dit waren exact de zaken waar we ons op voorbereid hadden. En proef ik daar een heel klein beetje dat je graag je gelijk een heel klein beetje wil halen? Oh, absoluut. Maar ik ben ook een mens. Natuurlijk wil ik me gelijk halen als dat kan. En niet alleen mijn gelijk, hoor. Het is vooral het gelijk van ons, hè, van ons als staf. En zeker ook Henk van Stee. We hebben daar natuurlijk over gehad. En we hebben heel erg secuur gekeken wat was er mogelijk in Nederland. Nou, en dan vonden we Tom, gezien de mogelijkheden van Sparta, heel logisch. En dat heeft uitstekend uitgepakt. Hey, na die winterstoppen heb je er 6 gespeeld, eentje gewonnen. Kan ik zeggen dat het qua resultaat een licht tikkie teleurstellend is? Ja, dat begrijp ik. Nou, laat ik zo zeggen, ik vind het veel belangrijk wat jij ervan vindt. Ja, nou, dat heb ik niet altijd het gevoel dat jullie dat vinden, maar... waarom niet? Nee, omdat, ja, jullie geven toch wel aan van het is minder, de show is er een beetje vanaf, weet ik wat voor woorden allemaal gebruikt worden. Als je kijkt puur naar het resultaat, begrijp ik dat wel. Maar wij kijken altijd naar de context. Althans, ik kijk altijd naar de context. En dan weet ik waar we vandaan komen nog steeds als Sparta zijnde. Ik vind dat we het verdomd knap doen om ploegen die uitstekend staan in de competitie, zoals Twente. Ploegen die al jarenlang wijzen dat ze meedoen met Europees voetbal. Dat we daar niet weggespeeld worden. Sterker nog, dat we hier en daar een puntje pakken. Ik kijk altijd naar de context. En dat betekent, ik kijk naar de tegenstander. Dan is ADO Den Haag... Dat is wel teleurstellend. En daar hebben we ook niet goed gevoetbald. Dan vind ik het niet erg als mensen daar kritisch naar kijken. En dat moet ook, houdt ons ook scherp. Dus ik heb er geen problemen mee, hoor, als mensen een mening hebben over die punten die we behaald hebben nu na 6 wedstrijden. Voor de winststop had ik wel het idee dat het wel even wat makkelijker liep. Klopt. Toen speelden jullie echt bij Vlaag ook heel erg goed. Ja. Ik denk dat we uit en thuis Twente was echt een vergelijkbare wedstrijd. Sterker nog, ik denk dat we Twente thuis iets meer gevoetbald hebben dan uit zelfs. Maar het resultaat was daar beter en dan heb je een beter gevoel. Ook wel meer gecreëerd, denk ik, uit, of niet? Dat viel ook wel mee, hoor. Ik denk dat de kansen die we kregen, dat die er behoorlijk snel ingingen. En dat zij daardoor achter de feiten liepen. Kijk, ADO vind ik wel een goed voorbeeld. Daar hebben we niet kunnen voetballen naar ons niveau. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik denk dat... De mensen die voor de winter, hè, Sven, Deroy, Mario, die hadden een iets betere periode.
En dat houdt in dat we dus ook dan wat minder makkelijk voetballen. Dus dat is wel een logische constatering, moet ik eerlijk zeggen. Heb je het idee dat dat niveau weer langzaam terugkomt? Nou ja, concurrentie is goed. Iedereen komt terug. Dus wat dat betreft zullen we ook moeten. We hebben nu weer, tenminste als ik VV mee had gerekend, hadden we twee hele pittige wedstrijden. Niet voor niets heeft VV laten zien heel veel veerkracht te hebben. 13-0. En toch staan waar ze nu staan. Fortuna laat denk ik wekelijks zien dat het een hele lastige tegenstander is. Daar viel het onze kant op. Dus we moeten zorgen dat het dit weekend ook onze kant op komt. En dan heb je Ajax uit en komt er weer een hele interessante periode aan. Of, ja, jij kijkt daar ook niet overheen, dat weet ik ook wel. Nee, ja, ik moet daar zeker wel naar kijken. Ja, Ajax is natuurlijk, dat weten we ook, hè, is een simpel bonus. Ja. Maar daarna zijn er ook weer een aantal wedstrijden waarin we punten moeten pakken. Kijk, het wordt steeds moeilijker naarmate het einde voordat iedereen vecht voor zijn laatste kansen. Jij zit wordt het moeilijker, ja? Ja, tuurlijk. Ik denk, je ziet het ook aan de wedstrijden, toch? Je ziet ook dat RKC bijvoorbeeld hier en daar zijn puntjes pakt. En jullie vechten niet meer voor je laatste kans? Nee. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo. De spanning is er altijd. Die voelen wij nu ook. Die voelen heel veel ploegen. Maar onder ons, daar zit behoorlijk wat stress. En daar wil ik niet in terechtkomen. Dus dat betekent dat we dit weekend gewoon een resultaat moeten halen. Jij hebt toch nooit stress? Ja, de leeftijd maakt het wel iets minder stressvol. Maar het blijft. En dat is misschien ook de spanning waar je altijd op zoek naar bent, denk ik, als oudsporter. Ja, maar je wordt niet grijs of zo. Je ziet aan je dat je gestrest bent. Nou, ik heb behoorlijk goed geslapen, dus misschien is het een vertekend beeld. Hoe is dat het? Moet je morgen de wekker zetten als het 2:15 begint? Ja, dat wel. Iets eerder eten. Ja.